En het schilderij meegenomen en een theelicht gehouden. Ja, een theelicht. De conditie van dit werk is wel niet optimaal. En gezien het thema en gezien de signatuur ervan uitgaande dat het ook van die kunstenaar is, zou ik het niet een schatting mee willen geven, veel hoger dan 50 tot 100 euro. Je hoort bij een kringloopwinkel van de Dorcasorganisatie, een landelijke organisatie. En we werken voor het armste van de armsten wereldwijd, zeggen we dan. En we werken voor het goede doel. Ja, je hoort een taxatie bij. Mensen mij spul, spul wat ze denken dat het waarde had, hier zien laten en dan werd het taxeerd en dan afwacht je wat de waarde is. En dan moet je het echt naar schenken. Wat heb je op nam? Een paar schilderijen en een mooi paillet. En wat verwacht je ervan? Nou, ik ben benieuwd wat het waardig is. Ik denk dat dit wel bijzonder is. Dank voor uw komst. We hebben hier een achterglasschildering uit China, te dateren jaren 30. Een prachtig exemplaar. Hoe bent u eraan gekomen? Gekocht in een antiekwinkel. Ik denk 30, 40 jaar geleden. Ik schat deze achterglasschildering zo 200 euro. 200 euro, zo. Lucky me. Ik lees hier WIH. Leest u dat ook? Ja. Hoe bent u er hier aan gekomen? Nou, mijn vader is kraammachinist geweest. Kraammachinist, en die had dus bij dit gevonden? Ja. Ik vind dit heel wonderlijk, want dit zijn palmetmotieven die klassicistisch zijn en pas vanaf de begin 19e eeuw heel veel voorkomen. Het is een leuke kom, maar met zo'n niet heel hoge datering moet u helaas ook inderdaad niet rekening houden met de hele hoog geschatte waarden. Daar ging het ook niet om. Hoe ging het? Nou ja, goed. Ja. Maar wat is ervan verwachten? Nee, ik had er niks van verwacht. Nee, puur informatie, puur kijken wat het is, maar geen waarde, dat wisten we zelf al. Het was allemaal beschadigd, dus dat... nee, puur voor leuk. Hoe verloopt de dag tot nu toe? Goed, we hebben, inmiddels zitten we op 20 mensen die met vragen zijn langsgekomen. Eerder hebben we ook een dag gehad met 60 mensen, dus het wisselt heel erg. Maar ik ben benieuwd wat er nog gaat komen. Maar komen er echt objecten voorbij waarvan iemand misschien van tevoren dacht, het is niet zoveel waard en dat blijkt toch echt wel heel veel waarde te hebben? Dat is vandaag nog niet gebeurd, helaas. Hoe bent u eraan gekomen? Vorige week heb ik hem gekocht. Oké. Ik was eigenlijk al heel lang op zoek naar een houten troon, zeg maar. Type stoel? Ja. Sinterklaas komt binnenkort bij u op bezoek? Nee, dat niet. Dat niet. Als ik aan de achterkant kijk, zie ik in tegenstelling tot wat het oogt, namelijk het heeft een beetje de indruk van leer, dat er een weefsel te zien is. En ik vermoed ook dat dat ook aan de voorkant het geval is. Leuk om te zien, maar zal niet een veel hogere waarde hebben dan hetgeen u ervoor betaald heeft. Oh, cool. Nou, goed. Dan, wel een mooi exemplaar. Ja, dat zeker. Ik ga hem zeker mooi gebruiken. Dank voor uw komst. Ja, bedankt. Veel plezier ervan. Ja, dank je. Dit had ik nou echt anders ingeschat. Ja, hè? Ja, ik wist het ook niet. Als ik dan weer een beetje ging opzoeken naar dit gedeelte inderdaad, dan kwam je echt uit dat het echt een of andere 17e eeuw zou zijn of zo. Maar nee, dat is het dus niet. Maar voor mij is het zeker wel een waardevol object voor in mijn zaak. Ja. Want wat gisteren maar dan? Nou, ik ben van plan om een kapsalon te gaan openen met een Viking-achtig thema. En dan ga ik er wat schaapvachten in doen en dan ga ik hem zo gebruiken. Maar ja, goed, als het een hele waardevolle stoel was geweest, dan had ik hem denk ik niet in de zaak gedaan. Nee. Dan wend ik mij nog even tot de taxateur. Dan wens ik u in ieder geval heel veel succes met uw onderneming, ja, dankjewel. Met uw salon. Ja. En ja, ik begrijp dat het model en sommige ornamenten zouden doen vermoeden dat het om een 17e eeuws exemplaar gaat. Maar dat is beslist niet. Het is een eind 19e eeuwse stoel. En daarom ben ik een leek en u de expert. Dank u wel.